Sonja Bakker wordt zo ongeveer om de week betrapt op plagiaat, maar wie geeft ze de schuld? De media. Het is de goedkoopste tactiek die BN'ers hebben om de aandacht af te leiden van hun eigen wangedrag. En de nationale slijmjurk Jeroen van der Boom gaf haar daarvoor gisteren uitgebreid de ruimte in zijn talkshow Hoge Bomen. Sonja stak een enorm huilverhaal af in het SBS6-programma. Volgens de dieetmevrouw heeft ze nu wel genoeg het boetekleed aangetrokken, maar blijven de media maar doorgaan. En dat vond ik jammer van de media. Als je een heel groot bedrijf hebt waar je 20 jaar hard voor hebt gewerkt, dat ineens alle boeken plagiaat zijn of dat ik geen eens kan koken. Belachelijk, vindt Sonja dat. Dan denk ik, ja, maar wacht even. Mijn hele levenswerk ging in één keer, bam. Ja, vreselijk, ja, mijn kinderen waren ook heel erg verdrietig. Mijn oudste kinderen zien gewoon dat er een beeld van hun moeder wordt gecreëerd door de media dat niet helemaal terecht is en die te zwart-wit wordt. Nu doet Sonja net alsof de media haar plagiaat hebben verzonnen. De media is hard. Je komt niet zomaar in de dikke vandalen. Elk huishouden heeft bijna een boekje van Sonja. Ik heb zoveel mensen geholpen. Sonja heeft vanwege al die kwaadaardige media zelfs haar iPhone stuk gegooid. Kennelijk is Manlief Barry, die ook in de studio zat, dus niet de enige met agressieve buien. Ik voelde me dan klein worden, heel klein. Ja, dan ben ik gevoelig. Ik was ook gewoon boos. Ik heb op een gegeven moment een telefoon gegooid. Sonja is 1,5 jaar geleden mishandeld door Barry en kreeg daarvoor een taakstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken opgelegd. Wat een agressieveling. Of toch niet? Nee, ook de media. De media kwam er weer bij en ik dacht, nee, daar gaan we weer. Dan wordt alles weer uit zijn verband gehaald. Alles uit zijn verband gehaald? Die man is veroordeeld door de rechter. Nee, maar toch. De media. En dan moet je ergens vertellen in shownieuws wat er aan de hand is. Nou, zou jij dat doen? Dat is privé. Maar dan gaan mensen toch denken, die meneer is niet helemaal goed voor haar. Je krijgt een heel andere sfeer waar je niet op zit te wachten. Nee, Sonja wil gewoon respect van de media. Het bleef maar weer doorgaan die media en ik dacht, alles wat ik zeg wordt weer verdraaid. Dat is de tendens tegenwoordig. Er zit ook een andere kant van het verhaal, dat er nog een beetje empathie is voor degene waarom die fouten heeft gemaakt. Ze vervolgt, als iemand failliet gaat en die gaat door, dan heb ik er even goed respect voor, want dan denk ik, hé man, je bent niet in het verdomhoekje gaan zitten, je bent weer doorgegaan en ik hoop dat je van je fouten hebt geleerd. Een lee. Jeroen hoorde het allemaal vol bewondering aan, jij bent overeind gebleven. Dat bewijst dat jij een tegenslag ook kan overleven. En toen moest zijn wekelijkse slijmliedje nog komen. Thank you.